Hi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik sta in de stal en achter mij zien jullie Tasja en Enya. Die staat er ook bij, maar die zien jullie niet, want die is nog klein. Maar ik heb dus toen ze is geboren van Miranda dit super schattige halsje gekregen. Met prinses erop. En ik ben nu sinds een paar dagjes ook aan het oefenen. Dus jullie zien nu ook een filmpje van gisteren dat ik... heb geoefend met haar. Dat ging eigenlijk heel erg goed. Dus dat gaan we steeds verder doen en uitbreiden. En naast dat ik dat schattige halster van Miranda heb gekregen, heeft Tas ook een mooi roze glitterhalster gekregen. Het is helemaal matchy. En daar ben ik super blij mee. Dus ik neem jullie nu eventjes mee met het halster oefenen met Enya. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar haar billen zijn best wel vies. Ze heeft namelijk een beetje diarree. We houden er goed in de gaten. We denken dat het gewoon komt omdat... met de veulenhengstigheid van Tas hebben dan de veulens ook diarree. Dat kan verder geen kwaad. Maar we houden het even in de gaten of dat het is of niet. Want de billen zitten helemaal onder. En volgende week dinsdag hebben we een fotoshoot. Dus we moeten even kijken... of ik er dan een beetje schoon kan maken. Ze is nu nog even lekker aan het drinken bij mama. Dus ik wacht gewoon even rustig totdat ze naar mij komt. En dan komt kijken wat ik heb. Dat is geen snoepie. Dat zijn mijn vingers. Ik wil jouw baby hier even hebben. Zoals je nu kan zien is Enya dus ook Tas haar poep aan het eten. En dat is vrij normaal, want daar halen ze goede darmbacteriën zo uit voor hun eigen darmpies. Ja, het Tas. Dus dat het ziet er misschien heel raar uit, maar het is niet zo gek. Want ja, als je diarree hebt, je darmen niet helemaal in orde. En zo krijgen ze hopelijk weer in orde. Hallo Tas, heb jij aandacht tekort? Ik wil even met jouw baby oefenen met halster, maar ze is druk bezig jouw poepjes te eten. Ja. Kleine meid staat nu hier. Kijk eens. Prinsesje. Dat ging niet helemaal volgens plan, maar hij zit nu dus om. Hij zit alleen dus nog niet vast. Ik neem jullie wel even mee. Hoi. Ja. Dus ik begin eerst eigenlijk hiermee, dat ze hem zo om heeft. En op zich zou ik hem nu... Dat vond ze eerst heel spannend. Maar het gaat nu al heel goed. Kijk, nou zit hij helemaal dicht. Wauw, wat braaf van jou. Ja, wat goed van jou, meisje. Ga ik hem even... Je moeder helpt ook niet mee. Doen we hem weer... En dan doen we hem er zo eraf. Goed zo, meisje. Ja, heb je het goed gedaan? Ja, heb jij het goed gedaan? En dan nog even knuffelen als beloning. Lekker kriebelen. Ja. En dan zijn we weer klaar met de training. En dan morgen weer, hè, meisje. Ja. Enya is nu dus... ze is op maandag geboren. Afgelopen maandag was ze een week oud. En het is nu donderdag. Dus anderhalve week oud is ze al. En ze begint helemaal uit haar schulp te kruipen. En wordt wat brutaler. Ook naar de rest toe. En ze, terwijl ik dit vertel, zal ik jullie even het beeld laten zien. Maar Carmen die was er en die wilde met Wick aan de slag. Dus ze deed elastiek tussen de paddock en de boomgaard. Zodat ze de rest allemaal daar kon blijven. En toen dacht Enya, hey, kan ik daarmee spelen? En kan ik de paddock in? Maar dat elastiek was er. Dus ze heeft een backflip gemaakt en een frontflip weer terug.
En toen heeft Carmen ze in de stal gedaan. Daar, ze wilde de Tas halen en toen rende de Tas er zelf al heen. Dus toen kon ze daarna weer verder met Wik trainen. Ik ga lekker alles afsluiten. Iedereen heeft eten. En dan zie ik jullie morgen weer. Want dan heb ik dressuurles met Wik van Jill Huibrechts. En gaan we 's avonds uiteraard ook weer oefenen met Halster met Enya. Gisteren had ik dus les van Jill Huibrechts. Daar hebben jullie stukjes van gezien. In het begin was hij echt super druk en deed hij een beetje door ons heen lopen en zo. Dus Jill gaf ook de tip van oefen daar ook mee. Dat hij respect voor jullie heeft en wees wat strenger. En onder het zadel op een gegeven moment deed hij dat ook. Want toen zag je dat hij naar rechts wilde en terwijl we naar links wilden. Verder heeft hij het goed gedaan. We hebben geoefend met tempocontrole en met goed gebruik van zijn lichaam. Zodat hij in balans kan gaan lopen. Door middel van ook ruitjes rijden en andere dingen. Ik kreeg super veel goede tips en daar gaan we goed mee aan de slag. Dus het was super leuk. Ik ga deze video nog niet afsluiten. Maar ook wel een soort van wel. Maar jullie krijgen hierna... Gaan we verder met het halster oefenen met Enya. Maar tussendoor ga ik even een paar dagen weg met Miranda, haar paarden. En gaat Wik bij Miranda logeren. Miranda doet mee met Epe Paardenvierdaagse. Samen met een van de verzorgers, Anne. Maar Anne die vond de week te lang. En die vond het ook een beetje spannend. Dus ik ga nu eerst met Kaylee een paar dagen rijden. Dan Anne en dan ik de laatste dag weer. Dus, maar anders is Donder alleen daar. Dus Wik gaat daar dan even een weekje logeren. En dan, Maar dat zien jullie dus in een andere video. In deze video komt nu eerst verder het halster oefenen met Enya. Dus daar gaan jullie nu verder naar kijken. Ik ben dus weer terug uit Epe. En deze mevrouw, die had een beetje een verkoudheid. Oh, nog steeds een beetje. Maar toen hadden we een dekentje. Een hondendekentje had ik nog hier liggen. Dus die heeft ze lekker omgehad. Werd ze weer lekker wat warmer. Ze had ook een beetje verhoging. Maar het gaat nu best wel goed met mijn vrouw. Dus vandaag heeft ze alweer zonder deken gestaan. En Tiomi, de eigenaresse van Jackson. En de verzorgster van Wik. En mijn vader hebben goed voor haar gezorgd. Zoals jullie zien gaat ook goed met de diarree. Want ze heeft een best wel schoon kontje. Hier aan de zijkant zie je al bijna niks meer. Ze heeft alleen hieronder nog een beetje.
Maar dat gaat verder helemaal goed met mevrouw. Temperatuur is weer best wel goed. Ja, kennis maken met de camera. Mevrouw heeft ook al lekkere tandjes. Ja, die tandjes komen ook door. Daar is Jackson. Daar gaat het ook heel goed. Wick is er nu een weekje natuurlijk niet. Dus Tas staat met Jackson en Igor. En dat gaat allemaal best wel goed samen. Want Jackson en Tas stonden al lekker met z'n tweetjes te eten. Terwijl mevrouw, kleine mevrouw, lekker aan het rondlopen was. Dus we gaan ook weer verder oefenen met het halstertje. Zoals je ziet wordt ze ook steeds meer mensgerichter en houdt ze van kriebels en dat soort dingen. En wil ze ook graag in dingen bijten, maar daar moeten we iets minder gaan doen. Mijn camera heeft een beetje moeite met dit licht, met het donker. Dus ik zie jullie de volgende keer weer, waarschijnlijk morgen, dat we weer met halstertje gaan oefenen. Hoi, hallo liefje. Dus tot morgen. Ja, ik zei wel tot morgen, maar toen was het alweer 6 juni. Toen hebben we weer geoefend met het halster. Ze vindt het, zeg maar, om haar oren en hoofd te doen, nog best wel spannend, zoals je hier kan zien. Dus daarom dacht ik, eerst doe ik hem even bij de oren en zo, maar dat vindt ze dus weer niet spannend. Toen heb ik hem helemaal dicht gedaan, wat ze eigenlijk ook niet spannend vindt. En toen wat kriebeltjes gegeven uiteraard. En toen dacht ik ga hem gewoon een paar keer om en af doen. En om en af doen, zodat ze daaraan kan wennen. En toen op een gegeven moment stond ze wel heel mooi stil. Uiteraard ook beloond en lekker kriebels gegeven. En toen was het alweer 9 juni. Toen ging ik, toen was de bekapper er. Dus we gingen voor het eerst ook Enya bekappen. Nou ja, bekappen. Jullie zien straks wat er gedaan werd. Maar toen ging ik er ook haar halstertje om doen. Zoals je zag liep ze weer naar achter. En nu had ik ook een touwtje eraan gedaan. Want ik dacht, ze loopt toch wel met de moeder mee. Dus dan kan ze mooi daar ook alvast aan wennen. Maar daar was het niet helemaal mee eens. Dus ze ging toen achteruit lopen. En vond er helemaal niks van. Dus dat werkte niet zo goed. Toen heb ik dat touwtje gewoon losgeklikt. En kon ze gewoon met ons meelopen naar de uitgang van de paddock. En ze blijft toch bij de moeder in de buurt. Dus we hadden haar ook gewoon losstaan buiten de paddock. Ze moest het nog wel even doorhebben. En ze vond het wel een beetje spannend. Je merkt ook dat Tas het wat minder erg vindt als ze wat verder weg is. Maar uiteindelijk hadden we daar lekker staan. En we hadden kruiwagen met hooi waar ze ook een beetje uit ging knabbelen. En toen hebben we eigenlijk de hoefjes alleen een klein beetje uitgekrapt. En een beetje met een vuil geveld. En dat is eigenlijk wat we met haar hoefjes hebben gedaan. En zo blijven we dat doorbouwen. Ik weet niet helemaal meer hoe deze hele video slash vlog verloopt. In ieder geval les van Jill met Wick. En halster oefenen met Enya. En ik heb volgens mij ook met voice-over doe ik stuk dat Enya bij de hoefsmid is geweest. Dus dat voor het eerst buiten de paddock is geweest en met halster om. En dat ik eigenlijk er mijn touwtje mee wilde nemen, maar dat wilde ze niet. Ze wilde niet achter mij aanlopen met het touwtje. Dus dat is het volgende wat we gaan oefenen. Het halster is eigenlijk geen probleem meer. Jess vindt het achter de oren doen, loopt ze een beetje naar achter. Maar dat wordt vanzelf, gaat dat helemaal goed. En nu gaan we dus oefenen met... daar komt Wicky naar binnen. Dus gaan we dat ook weer verder oefenen. Maar voor deze video was dit het. En ga ik hem afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Met allemaal nieuwe dingen voor Enya. En het oefenen daarvan. En voor het eerst les met Wick. En dan zie ik jullie graag weer in een volgende video. Doeg!